Hoi, ik ben Luc en in deze serie ga ik op onderzoek uit naar het nieuwe 5G-netwerk. Heel Nederland bereidt zich voor op de komst van 5G. Je hebt mensen die het liever zien gaan dan komen. Je hebt fans die niet kunnen wachten. En er zijn mensen die nog heel veel vragen hebben. In deze serie rijd ik door het hele land om die vragen te beantwoorden. En deze week komt die vraag van... Hey, Luc. Hoi, ik begreep dat jij een vraag hebt over 5G. Ja. Is 5G echt nodig? Eigenlijk snap je het nut niet van 5G. Ja, dat klopt. Zelfrijdende auto's, een film downloaden in enkele seconden, het Internet of Things en nog veel meer dat we ons nu niet kunnen voorstellen. Dat zal 5G mogelijk maken. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen 4G en 5G? Dat ga ik vragen aan professor Sonja Heemstra de Groot. 5G is de nieuwste generatie van mobiele communicatie en die bevat een aantal technieken die het netwerk sneller, vertrouwbaarder en ook zuiniger maakt vergeleken met 4G. En wat is het dan precies? 5G maakt gebruik van radiogolven, hetzelfde als 4G en wifi en FM-radio. Deze golven worden gebruikt om communicatie tussen je telefoon en de zendmast en van de zendmast naar de hele wereld. Radiogolven zijn elektromagnetische golven, zoals het licht. Maar veel lagere frequenties, veel langere golflengtes. Heel lagere frequenties zijn interessant omdat je heel veel bereik kan hebben. Maar je kan heel weinig informatie sturen. Als je een beetje hogere frequenties gebruikt, dan kun je meer informatie sturen. En heeft dat ook een nadeel dan, dat je die hoge frequenties hebt? De nadeel is dat je bereik is veel korter. Veel, veel korter dan in lagere frequenties. En ook heb je veel meer last van obstakels of muren. En dat om dat de goede bereik te kunnen krijgen, heb je veel meer antennes nodig. En waarom hebben we 5G dan nodig op dit moment? 4G maakt gebruik van een aantal frequenties. Het probleem is dat deze frequenties raken meer en meer voller, omdat meer en meer mensen gebruik maken, zijn meer toestellen, meer intensieve toepassingen. Zo, we moeten een oplossing vinden om het netwerk meer efficiënt te maken. En dat is wat 5G doet. Oké, dus 5G maakt net als 4G gebruik van elektromagnetische straling. Maar door nieuwe technologieën kun je meer informatie sneller verzenden met minder vertraging en kun je meer apparaten aan het netwerk koppelen. Een snellere telefoon is natuurlijk superhandig, maar hebben we dat ook echt nodig? En wat gaat 5G ons nou echt brengen om ons leven te verrijken ten opzichte van 4G? Het lijkt allemaal nog ver weg, maar hier in de Johan Cruijff Arena zijn ze er al 2 jaar mee bezig. Jeroen, we staan hier in de Arena, prachtige locatie. Wat doen jullie hier met 5G? Wij zijn 5G Field Lab, al 2 jaar, sinds 2018, een van de 5 locaties in Nederland waarbij de techniek getest wordt. Ja. En waarbij wij speciaal zijn uitverkoren om ook vooral bezoekerservaringen, fan experience en consumentenproducten te testen voor 5G. Oké, waar moet ik dan aan denken? Dat kan van alles zijn, dat kan in het stadion zijn, maar ook om het stadion heen. Ja. Denk daarbij aan het versnellen van instroom van het publiek. Maar dat kan ook zijn in het stadion, door gewoon met hele toffe apps en de snellere rekenkracht van 5G een mooiere diensten voor bezoekers te maken. Denk aan second screen mogelijkheden, dat wij in het stadion speciale camera's hebben die je thuis op televisie niet kan zien, maar die je door het snelle netwerk wel op je scherm hebt. Dus je kan bijvoorbeeld meekijken in de spelerstunnel, je kan ingezoomd kijken in de dugout. En misschien zelfs wel horen wat er gezegd wordt aan aanwijzingen. Ja. Ja, echt ervaringen die eerder niet mogelijk waren en nu wel kunnen door dat netwerk. En moet ik dan ook bijvoorbeeld denken aan dat je doordat je geen latency hebt, dat je ook instant replay kan zien bijvoorbeeld? Absoluut, zeker. Maar ik denk dat dat nog veel verder gaat. We kunnen daar straks technische lagen overheen leggen. Dat je misschien zelfs wel de snelheid van de bal kan gaan meten en live in je scherm ziet. En al die dingen zijn dus niet mogelijk met 4G of met wifi. Daar heb je echt dat 5G voor nodig. Ja, met 4G, wifi is echt totaal onmogelijk. Met 5G is de rekenkracht en de snelheid van overdracht zoveel beter en zo anders. Dat nu wel mogelijk wordt. Oké. Okay. Nu we toch in de Arena zijn, kunnen we een kijkje nemen in de toekomst van gaming. Want daar gaat 5G ook een hoop betekenen. Dit is de Active eSports Arena en dat is een manier waarop wij mensen bij elkaar hebben weten krijgen waarbij we sport en gaming bijeen hebben gebracht. Ja? Door middel van een soort exoskelet. Je ziet het die mensen al doen, die zijn al volop in beweging, dat wordt allemaal geregistreerd. Alles wat ze doen is volledig in de game neergezet. En wat is daarbij de toegevoegde waarde van 5G? Nou, het zorgt ervoor dat we net zoals hier op allerlei locaties makkelijk kunnen gaan spelen. Nou, ik heb wel zin om een beetje te bewegen eigenlijk. Mag ik het uitproberen? Proof is in the pudding, hè? Daar gingen we voor. Ja, leuk. Precies. Wow. Nou, ik kijk naar de operator en ik zeg start maar.
Holy shit, jongens. Dit is lijp. Van de virtuele wereld terug naar de echte wereld. Zit Nederland eigenlijk wel te wachten op 5G? Heel eerlijk gezegd, ik maak me er niet zo druk om. Ja, ik zit erop te wachten. Mijn internet gaat veel sneller. Waarom niet? Nee, niet per se. Maar het is sneller internet, toch? Wat ik erover hoor, is dat het betere bereikbaarheid heeft. Dus het werkt sneller. Maar het gaat minder goed door muren heen. Dus dat is wel weer jammer. Ik weet niet, ik heb er allemaal dingen over gehoord. Waar die ik ook niet serieus neem per se, maar weet je, het is voor mij goed zo. Het wordt niet echt als iets goed neergezet in het nieuws. Ik weet dat het sneller gaat. Tenminste, dat zeggen ze. Ja, ik heb er niet echt moeite mee, dus ik vind het prima als ik zo lang mijn bereik heb. Maakt mij niet uit of ik nou 3G heb of 5G. Nee hoor, het is genoeg gedigitaliseerd langzamerhand. De meningen zijn dus verdeeld en veel mensen hebben eigenlijk geen idee. Wat moeten we nou met dat snellere netwerk? En wat heeft het Rijksmuseum ermee te maken? Taco, fijn dat we er even mogen zijn. Wat doen jullie hier in het Rijksmuseum met technologie op dit moment? Eigenlijk is voor ons technologie alles. We doen heel veel onderzoek in het Rijksmuseum. En we zijn natuurlijk van de plaatjes. Nou, we staan hier voor de nachtwacht. Ja. En we communiceren al sinds de 17e eeuw met plaatjes, zou je kunnen zeggen, met schilderijen. En die communicatie met plaatjes wordt steeds belangrijker. En wat we nu aan het doen zijn, er wordt eigenlijk een hele gedetailleerde kaart van de nachtwacht gemaakt, waarbij verflaag voor verflaag wordt geanalyseerd. En dat levert een enorme hoeveelheid data op. En wat is voor het Rijksmuseum dan echt de toegevoegde waarde van 5G? Het leuke ervan is dat je het natuurlijk nooit weet. Vroeger had ik altijd een beetje de instelling van, nou ja, we kunnen toch ook met de techniek die we nu hebben. Maar ik heb in de tijd hier in het Rijksmuseum wel geleerd dat de techniek zelf ook ervoor zorgt dat je weer nieuwe vragen kan gaan stellen. Het zou jouw droom zijn van als we nou zo snel internet hadden? Dat die snelheid om grote hoeveelheden te communiceren, dat die gewoon perfect is. Een mooi voorbeeld, we hebben een hele gedetailleerde foto van de nachtwacht gemaakt. Die hebben we tijdens de coronacrisis hebben die gepresenteerd. En dan kan je inzoomen totdat je op de kleinste verfpigmentje bent. En ja, ik probeerde dat op mijn mobiele telefoon en dat ging toch nog een beetje haperend. En ik weet gewoon zeker, ja, als je een 5G hebt, dan kan je dat in één keer doen. Ja. Ja, wat het leuke is, meteen toen de coronacrisis uitbrak, toen dachten we moeten aanwezig zijn in de kamers van de mensen, want iedereen zat thuis. Ja. En toen hebben we een virtual tour ontwikkeld voor de Eregalerij, waar je ook weer heel dicht op schilderijen kan inzoomen. En mensen realiseren zich natuurlijk niet hoe ongelooflijk veel data je dan moet hebben. Want met 5G kan je er natuurlijk het nog veel rijker maken aan data. En dat ook overal waar je kijkt, hoge resolutie, de schilderijen hangen. Dat zou, dat je helemaal in de Rembrandt kan duiken. Dat bij wijze van spreken je het gevoel hebt dat je naast Rembrandt staat die iets aan het schilderen is. Ja. En dat is natuurlijk dat is die droom. 5G gaat ons dus heel veel technologische vooruitgang brengen. Maar er zijn ook mensen die er niet zo op zitten te wachten. Daarover volgende week meer. Dit is gewoon folie uit de supermarkt. En daar is de hele kamer mee afgeschermd van, mochten er nog meer zendsignalen gaan komen, die zijn er nu niet, dan zit ik hier wel helemaal oké. Helemaal veilig. Ja, ja.